een chronische stress, ook al beleven we het misschien niet zo, hè, maar zoals wij dat dan kunnen meten, is al absoluut een uiterst ongunstige interne factor om zwanger te worden. Want het betekent, kijk, overleven, dat snapt iedereen, overleven gaat altijd voor voortplanten. Ja. Vanuit de biologie is voortplanten een luxe en overleven is noodzaak, om het zo maar even te zeggen. Dus als het om overleven gaat, ja, dan zegt het lichaam ten aanzien van voortplanten, ja, is jammer dan. Ja. Maar dat zetten we even op een laag pitje. Daar komt nog bij dat het vrouwelijk voortplantingshormoon, progesteron, in de stofwisseling de voorloper is voor de productie van cortisol, ons chronische stresshormoon. Ja. Dus als je heel veel cortisol nodig hebt, ja, dan zegt het lichaam, ja, het is jammer, maar dat gaat dan toch even ten koste van progesteron. Want cortisol is nu even belangrijker. Ja. En dan kan je dus eigenlijk een stressgeïnduceerde onbalans in je vrouwelijke hormonen hebben. Wat dus, ja, heel goed in staat is om een zwangerschap te belemmeren.